Hi, leuk dat jullie weer kijken deze week op mijn kookkanaal. We gaan deze week maken een heerlijk herfststoofpotje. Nou ja, goed. Het waait behoorlijk hard buiten, dus het is inderdaad herfst. En ja, wat beter dan met een heerlijk comfortfood gerecht zoals een stoofpotje. Wel veel snijwerk en de rest doet de oven. En dit hebben we er allemaal voor nodig. Oké, nou wat ik als eerste heb gedaan is het handje vol met eekhoorntjes, brood of gedroogde bospaddenstoelen in 500 ml kokend water gedaan om te weken. Kijk, en dan, ja, ik zal hem een klein beetje draaien. Ja. Dit kan je dadelijk ook gewoon, het vocht wat er nu ontstaat, heeft een heerlijke smaak. En ja, dat moet je zeker gaan gebruiken in je stew. Want het geeft juist die extra herfstachtige, diepe smaak. Dus daar gaan we dadelijk zeker iets mee doen. En dan is het nu snijtijd. Beginnen. Ik heb olijfolie in de pannen gedaan en ik verdeel het over twee pannen, dus ik ga hier de helft in doen van het groentemengsel en daar hier nog een beetje van dit, zo, daar doen we bij in iedere pan 3 blaadjes laurier. Het is een kwestie van op een laag vuurtje, een minuutje of 10, de groente zacht laten worden. En in die tussentijd, je moet natuurlijk wel een beetje blijven roeren, maar in die tussentijd ja, kan je mooi eventjes je vlees in kleine stukjes snijden. Of als je tijd wil besparen, dan laat je dat natuurlijk doen door je sla. De groenten hebben 10 minuutjes ongeveer gestaan. Gebakken. Ze zijn al een beetje glazig. Daar gaan we bij doen het vlees. Wat even andersom doen, hè. Dus hiervoor geldt ook, hè. gewoon, huppakee. De helft in de ene pan en de andere helft in de andere pan. Kan je natuurlijk heel mooi afwegen, ik doe dat een beetje op de gok. Even doorroeren. Dan gaat daarbij, in iedere pan, een eetlepel bloem. Weer even goed omroeren. Een beetje multitasken met twee pannen op het vuur. Maar ik wil het dadelijk gewoon in de oven laten garen, zodat ik er echt geen omkijken naar heb. En dat gaat niet als ik dat in mijn grote cateringpan doe. Nou, daar gaat bij allebei vers gemalen zeezout. Nou, een keer of vier. Daar gaat bij vers gemalen zwarte peper. Dan kan je straks, als het klaar is, altijd nog proeven en op smaak brengen natuurlijk. Hè? Dus gewoon even weer roeren. Dan gaat daarbij een kwart theelepel currypoeder. In iedere pan uiteraard. Hè? Oh, dat ruikt lekker, jongens. Een kwart theelepel kurkuma. Om het dat lekkere aardse te geven en dan een heerlijke, ja, gezonde vibe te geven natuurlijk. Dan gaat daarbij ook wederom per pan een kwart theelepel komijn. En last but not least, een kwart theelepel kaneel. En dat is gewoon zalig ook bij de pompoen, want kaneel en pompoen combineert perfect. Nou moet je wel een beetje doorwerken, want nu zitten er allemaal droge ingrediënten in je pan. En je wil niet dat het onderaan je pan een grote pannenkoek wordt van kruiden. Dus we gaan het een beetje opschieten met die handel. We pakken de Grimbergen dubbel. Je kan ook kasteel bier pakken als je maar een beetje een donker biertje hebt. Moet je hoor. Ik zou er bijna zin in krijgen. Dat gaat voor de helft in de ene pan en de andere helft in de andere pan. Je hoort het ook meteen sissen en bruisen. Heerlijk. Zo. Dan gaat daar nog bij het sap van je geweekte bospaddenstoelen. Ik doe dit even zo, want ik heb... kijk, sorry. Ik kan het niet zo zien. Ik doe het even zo, want ik heb de paddenstoelen er nog in zitten. En die wil ik dadelijk eerst fijn snijden, voordat ik ze eraan toevoeg. Oh, hier blijf jij. En dit geeft gewoon een heerlijk extra herfstachtig aroma aan je stoofpotje. Oh. Nou, even roeren. Het ruikt zalig. Je ruikt echt al herfst in je pan. En dat wil je natuurlijk, zeker als het buiten zo hard stormt als nu. De zon schijnt wel gelukkig. Dat vind ik mooi aan de herfst. Het kan zo mooi weer zijn en dan toch ontiegelijk hard waaien. Dus ja, alle blaadjes mooi verkleurd. Zo. En natuurlijk gaat daar nog de tomaat bij, de gehakte tomaat. Ook weer, hè, in iedere pan de helft. Zo. En dan zal je zien dat het vrij vochtig is, je stoofpotje. Maar dat maakt helemaal niet uit, want er komt dadelijk nog bij de linzen natuurlijk. Dus die binden het vocht. En er komt nog een deel van de pompoen al na een uurtje bij. Dus die gaat ook een beetje binden. En als je hem te vochtig vindt op het laatst, dan laat je gewoon de deksel het laatste half uur van de pan. En dan verdampt het ook mooi. Nou, de oven is voorverwarmd op 180 graden. En dan moet dit dadelijk 3 uur in. En in die tussentijd voegen we natuurlijk nog wat ingrediënten toe. Hè? Dus de pompoen gaat er nog bij, de linten gaan er nog bij. Maar dat laten we allemaal nog zien. Zo, nou intussen staat de stew in de oven. Die autumn stew. Zo. Hopsakee. En dan gaan wij dit schatje eens eventjes kort en klein maken. Blokjes van ongeveer 1,5 centimeter. Zo. Kijk, ik snij gewoon altijd de schil eraf. Ze laten zich nou op zich best goed snijden. Je hebt ook wel eens pompoenen die zich niet zo goed laten snijden. Die kan je dan altijd een beetje inprikken. En dan heel eventjes in de magnetron doen. Dan worden ze wat zachter en dan kan je ze beter snijden. Hop, hop, hop. Nou, die doen we nog maar een keer. Hop. Kijk, dus we willen hebben ongeveer zo'n blokjes. Daar ga ik even mee verder en dan kunnen we ze dadelijk toevoegen. Nou. Oh Jan, ze hebben nou 1 uur in de oven gestaan. En dan wordt het dus tijd om daar een deel van de pompoen aan toe te voegen. Ik zal heel even kijken of ik hem een beetje close-up kan maken. Want het ziet er wel heel lekker uit. Een beetje oranje zo natuurlijk. Maar kijken of de lamp uit beter is. Maakt niet zoveel verschil. Zo, nou we hebben intussen natuurlijk dan de pompoen lekker gesneden. We gaan een deel van de pompoen toevoegen. Een beetje uitkijken, want het is echt heet. Een flinke hand in de ene en een flinke hand in de andere. Nou, doe maar 1,5 hand, is beter. Wat we dan nog overhouden dadelijk. Dus de helft van de pompoen, die gaat er dadelijk pas in. Intussen gaan we eventjes de kastanjes in schijfjes snijden. Ik gebruik gewoon, die haal ik bij de Turkse winkel, gewoon kastanjes in een verpakking. Dus die zijn al gepeld. En je moet er dan wel op letten dat je de niet gezoete pakt. Want ze hebben hem ook in de gezoete variant. En dat is niet lekker in dit gerecht. Want ja, eigenlijk is een kastanje al wat zoetig van zichzelf. Dus die gaan we nou even in plakjes snijden. Ze hebben er nu voor de tweede keer 1 uur in gestaan. Dus we gaan nu... Even mijn spulletjes pakken, sorry. Dus we gaan nu de linzen toevoegen. Ik doe een halve kop per pan. De linzen zorgen ervoor dat het wat meer vulling krijgt. Dat het nog meer vezels krijgt. En... ook nog wat extra vocht bindt. Ik vind het er trouwens goed uitzien qua vocht. Ik zal dadelijk even inzoomen. Daar gaat ook nog bij het laatste deel van de pompoen. Want die blijven dan een beetje harder, zeg maar. Dat is dan toch net iets lekkerder. Zo. Even doorroeren. En je zal dadelijk ook zien... het gaat er nou weer een keer, het gaat er nou een half uurtje in. En na dat half uur dan voegen we de kastanjes toe. En dan voegen we nog de gedroogde paddenstoelen toe. Dus ik zet hem even op een half uur en daarna moet hij nog een half uur. Maar ik ga eerst even inzoomen. Kijk, moet je nou toch kijken hoe heerlijk dat eruit ziet. Zo lekker. En dat is de andere pan. Zo, nou, we zijn weer een half uurtje verder. Dan rest me alleen nog maar om de schijfjes kastanje toe te voegen aan het stoofpotje. Hopsakee, zie. ongeveer half-half. En de geweekte bospaddenstoelen, die heb ik in stukjes gesneden. Die voegen we er ook aan toe. Voor nog een lekkere extra bosachtige herfstsmaak. Ik zal eerst praten en dan herrie maken. Dit roeren we nog een keer goed door. En ik vind hem erg mooi van substantie. Ik zal eens heel even kijken of dat het een beetje te zien is zo. Ja. Kijk. Hij is niet te nat, niet te droog. En hij moet er nog een half uurtje in, hè. En dan pas is hij klaar. Dus even deze vlug omscheppen. Niet te veel afkoelen. En dan gaan ze voor het laatste half uur de oven. Nou, hij is klaar. 3 uur in de oven op 180 graden. Dat was ik vergeten te zeggen. Dit is hem. En heerlijk met een lekker pittenbroodje. Dus smakelijk. Nou, dat was hem weer voor deze week. Een heerlijke warme herfststoofpot. En volgende week gaan we iets anders doen. Volgende week gaan we namelijk even terugpakken naar een stukje van de zomer. En dan ga ik een paella-avond organiseren voor goede vrienden. En dat heb ik gefilmd. Dus die gaan we volgende week zeker even posten op dit kanaal. Nou, dan rest mij eigenlijk alleen nog maar te zeggen, smakelijk eten. Duimpje omhoog, abonneer je op mijn kanaal. En ik zeg tot volgende week. Doei doei!